Overgooid. Overgooid, jee. Ik kan met wijd zijn overgooid. Welkom bij deze speciale editie van het Jan de Rooij nieuws. Namelijk de overgooi editie. Maar Boeks, wat is het overgooi eigenlijk? Het overgooi dat is als de oudste kinderen van elke speltak overgaan naar de nieuwe speltak. Dus de bevers die gaan dan naar de welpen en de meisjeswelpen. De meisjeswelpen en de welpen die gaan naar de gids en de verkenners. En de gids en de verkenners die gaan naar de expo's, de oudste speltak. En de expo's die worden leiding, nou, dat is ook nodig. Oké, duidelijk. En ik heb begrepen dat er speciaal beeldmateriaal is van al deze oudste leden. En daar gaan we nu naar kijken. Ik sta hier bij de meisjeswelpen die overgegooid worden deze week. En wat ga je nou het meeste missen aan de meisjeswelpen? Mijn vriendinnen die daar nog zitten. En komen die misschien volgend jaar wel over? Ik denk het wel. Oh, gelukkig. Dan hoef je ze maar een jaartje te missen. Wat vond jij het allerleukste dit jaar? Het uitje naar het dierentuin. Oh, met het jubileum toen? Ja. Oh ja, dat snap ik wel. Nou, Sterre? En ik heb een hele belangrijke vraag aan Eva. Want Eva, welke meisjeswelpenleiding ga jij het meest missen? Hoeks. Ja, was wel te verwachten natuurlijk. Tabakkie, jij bent wel een hele grote welp. Word je ook overgegooid? Ja, ik word inderdaad ook overgegooid, ja, naar de verkenners. Oh, naar de verkenners. En welke kleur blouse hebben die? Beige. En die twee mannen die naast jou staan, waar worden die naartoe overgegooid? Nou, ook naar de verkenners, denk ik. Of terug naar de bevers. Ja, hij gaat naar de bevers en ik ga naar de verkenners, hè? Oh, maar dan ben jij dus nog niet los van die mannen? Ja, ik denk het niet. Ja, als ze naar de bevers gaan, wel. Maar dan... Nou, dan komen ze bij mij terecht en dan zijn ze een beetje groot voor. Ja. Zoals je ziet zit ik bij de gidsen en dit gaat eigenlijk altijd zo op een zaterdagmiddag. Kletsen, niet luisteren en vooral aan elkaar zitten. De gidsen, wat ga je nou het meeste missen aan onze speltak? Jou. Knopen. Dan heb ik ook een vraag. Wie gaan jullie het meeste missen? Jou. Zo jammer. Is er iets wat jullie even kwijt willen aan alle gidsen? Ja, kom maar. Bedankt voor deze hele leuke, prettige jaren. Ik ben zeer dankbaar. Top. Die gidsentaf zijn ze echt weer een week geleden. Ik ben ze expo's. Veel succes. Ik sta hier bij de oudste verkenners die overgegooid worden vandaag. En wat vond jij het leukste van de verkenners? Kamp 2018. Kamp 2018, ja, kamp is natuurlijk altijd heel leuk. Nick wil misschien vertellen waarom hij dat kamp juist het leukste kamp vond. Nee, geen commentaar. Ik zou even zeggen, het was zijn eerste en zijn laatste kamp. Oh, dat is bijzonder. Ja, dat snap ik. Ja, dan is het leukste kamp. Ja. Chase, jij gaat ook over. Naar welke speltak ga jij? Ik ga naar de Explorers, waar ik leiding volgend jaar. Dus jij neemt deze jongens gewoon met je mee? Helaas wel. Ik had gehoord dat ze eerder moeten doen zouden stoppen. Maar toch gaan ze mee naar Explorers. Dus dat is koud. Hij is niet zo blij dat hij deze kinderen meeneemt. Maar ik hoop dat jullie er een leuk jaar van gaan maken bij de Explos. Hiernaast een van de bevers die wordt overgegooid, Lily. En Lily wil namelijk graag vertellen wat zij het allerleukste vond aan de bevers. Wat vond je het allerleukste? Dat ze op kamp gingen. En wat vond je op kamp dan het allerleukste wat we gedaan hebben? Alles. Nou, kijk, dat moeten we horen, toch? En Hielke, wat vond jij het allerleukste bij de bevers? Het waterpistolengevecht. Ja, dat was ook echt super cool. En we hadden kei mooi weer. Wow, zagen jullie hoeveel bevers er over gingen? Voor zoveel nieuwe bevers hebben wij komend seizoen plek. Dus ben je tussen de 5 en de 7 jaar? Of heb je een buurjongen tussen de 5 en de 7 jaar? Of een neef of nichtje of vriendje of vriendinnetje? We hebben heel veel plek voor nieuwe kinderen. Dus neem ze een middagje mee. En wie weet worden ze wel een bever. Iemand 6 jaar onder? Kan je naartoe meenemen? Ik sta hier bij de net overgegooide Explos en die zijn nu dus leiding. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar welke speltak je gaat. Dus naar welke speltak ga jij? Ik ga naar de kabouters. Gezellig, naar de kabouters. En naar welke speltak ga jij? De welpen. De welpen? Ik ga ook naar de kabouters. Ook naar de kabouters, jullie blijven bij elkaar? Ja, heel gezellig. Oh, gezellig. En jij gaat naar de? Bevers. Naar de bevers. Dus deze Explos zien we volgende week als leiding terug. Yay! Nou, zoals jullie zien krijgen we aardig veel nieuwe leidings. Welkom allemaal. Ja. Een van Jakkela zit nou bij ons. Jakkela, heb jij hem niet gezien tijdens de filmpjes? Ja, ik was heel druk bezig met kinderen overgooien en daarna echt, ik moest hem schoonmaken, ik was zo vies. Ja. En als je nou wil zien hoe vies iedereen is geworden en wat er allemaal gebeurde, kijk dan met ons mee voor een korte sfeerimpressie. En tot de volgende aflevering! Tot ziens. Doei!